Les 1. De vergadering is nog steeds gepland. Anna, zijn we nog steeds bezig met de vergadering van vandaag? Ik denk dat het belangrijk is. Ja, John, de vergadering is nog steeds gepland. Ik kijk ernaar uit om de laatste updates en voortgang van onze projecten te bespreken. Uitstekend! Ik ben blij dat te horen. Ik heb het voorstel voorbereid dat we vorige week bespraken. Het schetst een nieuwe strategie die volgens mij een aanzienlijke impact kan hebben op ons bedrijf. Dat is geweldig, John. Ik waardeer je toewijding en moeite om de proposal samen te stellen. Ik kijk ernaar uit om het te bekijken en mijn input te geven tijdens de vergadering. Bedankt. Anna, ik heb er veel over nagedacht en onderzoek gedaan. Ik geloof dat het de potentie heeft om positieve veranderingen teweeg te brengen en ons bedrijf vooruit te helpen. Ik twijfel niet aan je toewijding, John. Je aandacht voor detail en grondigheid komen altijd tot uiting in je werk. Ik ben ervan overtuigd dat het voorstel goed zal worden ontvangen. Ik waardeer je vertrouwen, Anna. Jouw steun betekent veel voor me. Ik ben verheugd om de proposal te presenteren en de mogelijke voordelen ervan met het team te bespreken. Ik ben net zo enthousiast, John. Samenwerken aan dit soort projecten is wat ons teamwerk zo effectief maakt. Ik ben ervan overtuigd dat we samen overtuigend kunnen pleiten voor de uitvoering van het voorstel. Absoluut, Anna. Ons vermogen om samen te werken en ideeën op elkaar af te stemmen is een van onze sterke punten. Het voorstel is het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen en samenwerking. Dat is waar, John. Onze synergie en gedeelde visie zijn altijd de drijvende kracht achter ons succes geweest. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om samen te werken met iemand die zo toegewijd is als jij. Het gevoel is wederzijds, Anna. Jouw expertise en inzichten zijn voor mij altijd van onschatbare waarde geweest. Ik ben dankbaar dat ik jou als partner op deze reis heb. Bedankt, John. Het is een plezier om samen te werken met iemand die samenwerking waardeert en de kracht van teamwerk waardeert. Samen kunnen we opmerkelijke dingen bereiken. Absoluut, Anna. De bijeenkomst van vandaag is gewoon een nieuwe stap voorwaarts in onze collectieve reis. Ik denk dat het een productieve sessie zal zijn waar we het voorstel en de mogelijke impact ervan kunnen bespreken. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Onze bijeenkomsten zijn altijd een geweldige gelegenheid om ideeën uit te wisselen, feedback te verzamelen en onze strategieën op elkaar af te stemmen. Ik kijk uit naar een vruchtbare discussie. Hier ook, Anna. Ik vind het stimulerend om deze discussies aan te gaan en onze ideeën tot leven te zien komen. Ik ben ervan overtuigd dat de vergadering van vandaag geen uitzondering zal zijn. Ik deel je enthousiasme, John. Laten we deze kans optimaal benutten en onze samenwerkingsgeest gebruiken om positieve verandering te bewerkstelligen. Ik ben bereid een bijdrage te leveren aan de discussie. Dat is de geest, Anna. Ik waardeer je inzichten en perspectief en ik ben benieuwd naar je mening over de proposal. Samen kunnen we het verfijnen en nog sterker maken. Bedankt, John. Ik waardeer je vertrouwen in mij. Ik ben vastbesloten om constructieve feedback te geven en samen te werken om ervoor te zorgen dat de Proposal onze collectieve visie vertegenwoordigt. Daar twijfel ik niet aan, Anna. Onze gedeelde toewijding aan uitmuntendheid en ons vermogen om effectief samen te werken onderscheiden ons. Ik ben dankbaar dat ik jou als partner heb in dit streven. Het gevoel is wederzijds, John. Ons partnerschap is altijd gekenmerkt door vertrouwen, respect en een gedeelde toewijding aan succes. Ik ben benieuwd waar deze reis ons naartoe brengt. Zo ook Anna. De bijeenkomst van vandaag is slechts een springplank in onze grotere reis. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze gezamenlijke mentaliteit alle obstakels kunnen overwinnen en onze doelen kunnen bereiken. Absoluut, John. Laten we het beste uit de vergadering van vandaag halen en blijven voortbouwen op onze successen uit het verleden. Samen kunnen we een blijvende impact maken en ons bedrijf naar grotere hoogten brengen. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Onze gezamenlijke inspanningen en toewijding zullen onze toekomst vormgeven. Laten we de kansen die voor ons liggen omarmen en er het beste van maken. Inderdaad, John. De mogelijkheden zijn eindeloos als we met passie en doelgerichtheid samenwerken. Ik ben verheugd om deze reis met jou te maken en ik ben ervan overtuigd dat we geweldige dingen zullen bereiken. Bedankt, Anna. Ik voel hetzelfde. Ons partnerschap is een drijvende kracht achter ons succes en ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om samen te werken met iemand die zo getalenteerd is als jij. Het gevoel is wederzijds, John. Laten we van de bijeenkomst van vandaag een springplank maken naar de realisatie van onze gedeelde visie. Samen kunnen we een verschil maken en een betere toekomst creëren. Absoluut, Anna. Het is tijd om de proposal aan de orde te stellen en onze samenwerkingsgeest te laten schitteren. Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die in het verschiet liggen. En ik ben dankbaar dat je aan mijn zijde staat. Les 2: Effectief tijdbeheer. Anna, ik heb nagedacht over het belang van effectief tijdmanagement in ons professionele leven. Hoe prioriteer je je taken en beheer je je tijd effectief? Ik geloof dat effectief tijdmanagement cruciaal is, John. Ik geef prioriteit aan mijn taken door de urgentie en het belang ervan te beoordelen. Ik maak een schema of takenlijst om me te helpen georganiseerd en gefocust te blijven. Dat is een geweldige aanpak, Anna. De mogelijkheid om taken te prioriteren op basis van hun betekenis en deadlines helpt ervoor te zorgen dat we onze tijd en energie efficiënt verdelen. Absoluut, John. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen urgente en belangrijke taken. Dringende taken kunnen onmiddellijke aandacht vereisen, maar belangrijke taken dragen meer bij aan onze lange termijndoelen. Ik ben het er helemaal mee eens, Anna. Het is makkelijk om verstrikt te raken in de urgentie van dagelijkse taken. Maar we moeten er altijd naar streven om tijd vrij te maken voor belangrijke taken die aansluiten bij onze bredere doelstellingen. Precies, John. Door tijd vrij te maken voor belangrijke taken, kunnen we vooruitgang boeken bij het bereiken van onze belangrijkste doelstellingen en voorkomen dat deze worden overschaduwd door urgente maar minder belangrijke zaken. Prioritering van taken helpt ons ook om onnodige stress en overweldiging te vermijden, Anna. Als we een duidelijk plan hebben, kunnen we taken systematisch aanpakken en het gevoel van overweldiging verminderen. Dat is waar, John. Het opsplitsen van grotere taken in kleinere, beheersbare stappen kan ons ook helpen om gefocust en gemotiveerd te blijven. Het stelt ons in staat om gestage vooruitgang te boeken zonder ons overweldigd te voelen. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Het opdelen van taken in kleinere stappen maakt ze niet alleen beter beheersbaar, maar geeft ook een gevoel van voldoening bij het voltooien van elke subtaak. Zeker, John. Door die kleine overwinningen onderweg te vieren. Kunnen we onze motivatie en energieniveau verhogen? Het is belangrijk om onze vooruitgang te erkennen en te waarderen. Je hebt helemaal gelijk, Anna. Het erkennen van onze vooruitgang en het vieren van onze prestaties, hoe klein ook, kan helpen ons momentum vast te houden en ons gemotiveerd te houden. Het is ook essentieel om tijdverspillende activiteiten te identificeren en te elimineren, John. We moeten ernaar streven om afleiding tot een minimum te beperken en onze focus te optimaliseren om onze beschikbare tijd optimaal te benutten. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Afleiding kan een aanzienlijke invloed hebben op onze productiviteit. Door grenzen te stellen, onderbrekingen te beheersen en technieken zoals tijdblokkering te gebruiken, kunnen we onze focus en efficiëntie maximaliseren? Tijdblokkering is een waardevolle techniek, John. Door specifieke tijdsblokken toe te wijzen voor verschillende taken of activiteiten, kunnen we onze tijd beter beheren en ervoor zorgen dat belangrijke taken de aandacht krijgen die ze verdienen. Absoluut, Anna. Tijdblokkering helpt ons om speciale tijd vrij te maken voor geconcentreerd werk, vergaderingen en zelfs pauzes. Het bevordert een gestructureerde aanpak van onze dag en helpt ons om een gezond evenwicht tussen werk en privéleven te behouden. Dat is waar, John. Het handhaven van een gezond evenwicht tussen werk en privéleven is essentieel voor algemeen welzijn en productiviteit. Door onze tijd effectief te beheren, kunnen we ruimte creëren voor persoonlijke activiteiten en verjonging? Je hebt helemaal gelijk, Anna. Het is belangrijk om te onthouden dat effectief tijdbeheer niet alleen gaat over werkgerelateerde taken. Het gaat erom een balans te vinden die ons in staat stelt om ook onze persoonlijke levens te prioriteren. Precies, John. Om dat evenwicht te bereiken moeten we grenzen stellen en bewust omgaan met hoe we onze tijd verdelen. Het gaat om het vinden van harmonie tussen onze professionele en persoonlijke verantwoordelijkheden. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Tijd is een waardevolle hulpbron en het effectief beheren ervan is essentieel voor het maximaliseren van onze productiviteit, het bereiken van onze doelen en het behouden van een bevredigend leven. Absoluut, John. Door prioriteiten te stellen, afleiding tot een minimum te beperken en bewust met onze tijd om te gaan, kunnen we het meeste uit elke dag halen en een positieve impact creëren in zowel ons persoonlijke als professionele leven. Ik ben het daar van harte mee eens, Anna. Laten we doorgaan met het prioriteren van onze taken. Onze tijd effectief beheren en streven naar dat evenwicht dat voldoening en succes oplevert. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk moment telt. Ik had het niet beter kunnen verwoorden, John. Laten we de kracht van effectief tijdmanagement omarmen en het beste uit onze dagen halen. Hier is het om dat evenwicht te vinden en onze doelen te bereiken. Proost, Anna. Laten we proosten op effectief tijdbeheer, productiviteit en een evenwichtig leven. Mogen we het meeste uit onze tijd blijven halen en een positieve impact creëren in alles wat we doen. Les 3. Intervaltraining met hoge intensiteit, HIT. Anna, heb je ooit intervaltraining met hoge intensiteit, HIT, geprobeerd? Ik heb gehoord dat het een geweldige manier is om de trainingsefficiëntie te maximaliseren. Ja, John, ik ben bekend met HIT. Het is een trainingsmethode die korte, intense uitbarstingen van activiteit combineert met periodes van rust. Het staat bekend om zijn effectiviteit bij het verbranden van calorieën en het verbeteren van de cardiovasculaire conditie. Dat is precies wat ik heb gehoord, Anna. Het lijkt een tijdbesparende manier om goed te trainen zonder uren in de sportschool door te brengen. Absoluut, John. Hier trainingen zijn ontworpen om intens en uitdagend te zijn, maar ze kunnen in relatief korte tijd worden voltooid. Het is een geweldige optie voor mensen met drukke agenda's. Ik vind het een goed idee om maximale resultaten te behalen in een kortere tijd, Anna. Het is aantrekkelijk om zelfs op de drukste dagen te kunnen trainen. Dat is een van de belangrijkste voordelen van HIT, John. Het is een geweldige optie voor mensen die moeite hebben om lange tijd te vinden om te sporten. Je kunt in slechts 20, 30 minuten een volledige lichaamstraining krijgen. Dat klinkt perfect, Anna. Ik vind het vaak moeilijk om lange tijd aan lichaamsbeweging te besteden, dus high-tee is misschien een geweldige oplossing voor mij. Ik denk dat het het proberen waard is, John. Hier trainingen omvatten meestal afwisselend oefeningen met hoge intensiteit en korte rustperiodes. Deze variatie houdt je hartslag hoog en maximaliseert de verbranding van calorieën. Het klinkt als een uitdagende maar effectieve training. Anna, ik hou van het idee om mezelf te pushen tijdens de intense intervallen en dan wat hersteltijd toe te staan. Dat is het mooie van HIT, John. Het zorgt ervoor dat je lichaam blijft gissen en voorkomt dat het zich aanpast aan een specifieke routine. Dit helpt om je fitnessniveau voortdurend uit te dagen en te verbeteren. Ik snap dat dat nuttig zou zijn. Anna, het is belangrijk om ons lichaam uitgedaagd te houden om vooruitgang te zien en plateauvorming te voorkomen. Absoluut, John. Van hier trainingen is ook bekend dat ze je stofwisseling verhogen. Wat betekent dat je calorieën blijft verbranden, zelfs nadat de training voorbij is. Dat is fantastisch om te horen, Anna. Het is alsof je extra voordelen krijgt, zelfs nadat je klaar bent met trainen. Precies, John. Deze calorieverbranding na de training staat bekend als het Afterburn-effect of overmatig zuurstofverbruik na de training, EPOC. Het is een van de voordelen van HIT. Ik ben geïntrigeerd door het naverbrandingseffect, Anna. Het is motiverend om te weten dat je lichaam calorieën blijft verbranden, zelfs als je niet actief traint. Het is zeker een motiverende factor, John. Hier trainingen kunnen intensief zijn, maar de voordelen zijn het waard. Ze kunnen helpen de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren. Het uithoudingsvermogen te vergroten en zelfs kracht op te bouwen. Het klinkt alsof HIT een breed scala aan voordelen kan hebben, Anna. Het gaat niet alleen om het verbranden van calorieën, maar ook om het verbeteren van de algehele conditie. Dat is juist, John. Hier trainingen bevatten vaak een combinatie van cardio- en krachtoefeningen. Waardoor het een goed afgeronde training is die gericht is op verschillende spiergroepen. Ik hou van het idee van een workout die zowel cardio als krachttraining combineert, Anna. Het lijkt een alomvattende benadering van fitness. Dat is het zeker, John. Hier trainingen kunnen worden aangepast aan verschillende fitnessniveaus en doelen. Je kunt de intensiteit, duur en oefeningen aanpassen op basis van je individuele behoeften. Dat is geweldig om te horen, Anna. Het betekent dat HIT toegankelijk is voor een breed scala aan mensen, ongeacht hun fitnessniveau. Absoluut, John. Of je nu een beginner of een ervaren atleet bent. Je kunt hier trainingen aanpassen om jezelf uit te dagen en vooruitgang te blijven boeken. Ik waardeer de veelzijdigheid van HIT, Anna. Het lijkt een trainingsmethode die zich aan verschillende fitnessniveaus kan aanpassen en je betrokken kan houden. Dat is een van de redenen waarom HIT populair is geworden, John. Het is een effectieve en efficiënte manier van trainen en kan worden aangepast aan individuele voorkeuren en doelen. Ik ben ervan overtuigd, Anna. Ik ga HIT eens proberen en het in mijn fitnessroutine opnemen. Het lijkt me een geweldige manier om mijn trainingen naar een hoger niveau te tillen. Dat is fantastisch, John. Ik denk dat je zult genieten van de uitdaging en de voordelen die HIT kan bieden. Denk eraan om geleidelijk te beginnen en naar je lichaam te luisteren als je gewend raakt aan de intensiteit. Ik zal dat in gedachten houden, Anna. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan veiligheid en mezelf niet te snel te hard te pushen. Bedankt voor het advies. Je bent van harte welkom, John. Ik vind het geweldig dat je de voordelen van HIT ervaart. Ik ben ervan overtuigd dat het een nieuwe dimensie zal toevoegen aan je fitnessroutine. Ik waardeer je steun, Anna. We proberen nieuwe trainingsmethoden uit en blijven onszelf uitdagen om onze fitnessdoelen te bereiken. Les 4. Reizen met vloeistoffen. Anna, ik ben van plan volgende week op reis te gaan, en ik ben een beetje in de war over de regels met betrekking tot het meenemen van vloeistoffen tijdens de vlucht. Kun je me helpen het te begrijpen? Natuurlijk, als het op vliegen aankomt, gelden er enkele beperkingen voor het meenemen van vloeistoffen in uw handbagage. Over het algemeen mag u kleine hoeveelheden vloeistof meenemen in containers van 100 milliliter of minder. Ah, ik snap het. Dus, als ik het goed begrijp, moet ik ervoor zorgen dat alle vloeistof die ik mee wil nemen in een container zit die 3,4 gram of kleiner is. Dat is juist, John. Bovendien moeten alle containers die u vervoert in één doorzichtige plastic zak van een kwart formaat passen. De zak moet transparant en hersluitbaar zijn en een inhoud hebben van niet meer dan 1 liter. Oké, okay, dus ik moet mijn vloeistoffen in kleinere containers overbrengen als ze groter zijn dan 3,4 gram en ervoor zorgen dat ze allemaal in een doorzichtige plastic zak passen. Dat is logisch. Precies, John. Het is belangrijk om deze richtlijnen te volgen om ervoor te zorgen dat de veiligheidscontroles op de luchthaven soepel verlopen. Als u uw vloeistoffen in een doorzichtige zak plaatst, kunnen de beveiligingsbeambten ze gemakkelijker inspecteren. Dat is goed om te weten, Anna. Ik wil er zeker van zijn dat ik aan de voorschriften voldoe en een zorgeloze ervaring heb op de luchthaven. Het is altijd het beste om voorbereid te zijn, John. Een ander ding om in gedachten te houden is dat elke passagier doorgaans slechts één doorzichtige plastic zak voor zijn vloeistoffen mag hebben. Dus, voor alle duidelijkheid, Anna, als ik meerdere zakken met vloeistoffen heb, zelfs als ze allemaal in een zak van een kwart passen, zou dat nog steeds als een overtreding worden beschouwd. Dat is juist, John. De beperkingen zijn ook van toepassing op het aantal tassen. Het is belangrijk om al uw vloeistoffen samen te voegen in één zak. Ik begrijp het nu, Anna. Het gaat niet alleen om de grootte van de containers, maar ook om het aantal tassen dat ik heb. Ik zorg ervoor dat ik alles in één tas bewaar. Dat is het idee. John. Het helpt het proces efficiënt te houden en zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd. Vergeet niet dat de tas gemakkelijk toegankelijk is voor inspectie tijdens de veiligheidscontrole. Ik zal dat in gedachten houden. Anna. Ik wil niet aan het rommelen zijn bij de veiligheidscontrole en voor mezelf of anderen vertragingen veroorzaken. Het is altijd het beste om georganiseerd en voorbereid te reizen, John. Het helpt de hele ervaring soepeler en aangenamer te maken. Absoluut, Anna. Ik heb mijn les geleerd van eerdere reizen waarbij ik niet veel aandacht besteedde aan de liquide beperkingen. Het veroorzaakte onnodige stress en vertragingen. Het is een veel voorkomende ervaring, John. Maar nu u op de hoogte bent van de regelgeving, kunt u vooruit plannen en mogelijke problemen vermijden. Bedankt dat je alles hebt opgehelderd, Anna. Ik heb nu veel meer vertrouwen in het reizen met vloeistoffen. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Als je nog vragen hebt of meer informatie nodig hebt, stel ze dan gerust. Dat waardeer ik, Anna. Ik neem zeker contact met je op als ik nog vragen heb over reizen. Nogmaals bedankt voor je begeleiding. Geen probleem, John. Ik ben er altijd om te helpen. Fijne reis en geniet van je reizen. Bedankt, Anna. Ik kijk er naar uit. Wees voorzichtig en spreek je snel weer. Les 5: Supermarkt Run. Hallo Anna, ik ga naar de supermarkt. Heb je iets nodig? Hm, laat me even nadenken. Kun je alsjeblieft een brood en een pak eieren voor me pakken? Zeker, Anna. Nog iets anders? Ja, we hebben bijna geen melk meer. Kun je ook een liter melk krijgen? Ik heb het begrepen: brood, eieren en een liter melk. Staat er nog iets anders op je lijst? Eigenlijk hebben we ook geen vers fruit meer. Kun je wat appels en bananen halen? Geen probleem, Anna. Ik zorg ervoor dat ik een bos appels en rijpe bananen krijg. Geweldig! Bedankt! Oh! En als ze avocado's hebben, kun je er dan ook een paar nemen. Zeker, Anna. Ik zal kijken of ze avocado's hebben en ze aan de lijst toevoegen. Bedankt, John. Je bent een redder in nood. Heb je iets nodig in de winkel? Hm, ik kan wel wat koffiebonen gebruiken. Kun je kijken of ze mijn favoriete merk hebben? Natuurlijk. Ik ga zeker op zoek naar je favoriete koffiebonen. Bedankt, Anna. Oh, en als ze pure chocolade hebben, pak dan ook een kleine reep voor me. Beschouw het als gedaan, John. Ik zal je pure chocolade in de gaten houden. Ik waardeer het, Anna. Is er nog iets anders dat we nodig hebben? Ik denk dat dat voorlopig alles dekt, John. Bedankt voor het verzorgen van de boodschappen. Geen probleem, Anna. Ik help je graag verder. Ik kom snel terug met alles wat op de lijst staat. Neem de tijd, John, en vergeet niet de vervaldatums te controleren terwijl je daar bent. Ik zal het doen, Anna. Ik zorg ervoor dat ik vers en ruim binnen de houdbaarheidsdatum ben. Perfect. Nogmaals bedankt, John tot ziens als je terugkomt Je bent van harte welkom Anna Tot snel Les 6 Opties voor gezonde snacks Hallo Anna ik probeer de laatste tijd gezonder te eten Wat vind je van tussendoortjes met noten zaden en zelfgemaakte mueslirepen dat is een geweldig idee, John. Noten en zaden zitten boordevol voedingsstoffen en zelfgemaakte mueslirepen kunnen een heerlijke en gezonde optie zijn. Ik ben blij dat je dat denkt, Anna. Welke soorten noten en zaden zou je aanbevelen? Een verscheidenheid aan noten en zaden zou ideaal zijn, John. Amandelen, walnoten. Cashewnoten, zonnebloempitten en pompoenpitten zijn allemaal voedzame keuzes. Klinkt goed. Ik zal ze zeker aan mijn boodschappenlijstje toevoegen. Hoe zit het met zelfgemaakte mueslirepen? Heb je een favoriet recept? Doe ik, John. Ik kan een eenvoudig recept met je delen. Het bevat meestal havervlokken. Honing of ahornsiroop, noten, gedroogd fruit en een beetje kokosolie om te binden. Dat klinkt heerlijk. Ik zou ze graag proberen te maken. Kun je me het recept later sturen? Absoluut, John. Ik mail het naar je zodat je het bij de hand hebt als je klaar bent om de mueslirepen te maken. Bedankt, Anna. Ik waardeer het. Ik ben verheugd om deze gezondere snacks in mijn routine op te nemen. Ik ben blij dat te horen, John. Snacken op voedzame opties kan een groot verschil maken in je algehele welzijn. Ik ben het ermee eens, Anna. Het draait allemaal om het aanbrengen van kleine wijzigingen die zich in de loop van de tijd opstapelen. En als je lekkere snacks eet, kun je makkelijker gezondere keuzes maken. Zeker, John. En met zelfgemaakte mueslirepen kun je de ingrediënten onder controle houden en toevoegingen of overmatige suikers vermijden. Dat is een geweldig punt, Anna. Het is altijd beter om controle te hebben over wat we in ons lichaam stoppen. Absoluut, John. Bovendien kan het maken van je eigen snacks een leuke en lonende activiteit zijn. Ik kijk er naar uit. Ik ga dit weekend een partij zelfgemaakte mueslirepen maken. Dat is fantastisch, John. Ik weet zeker dat je zult genieten van het proces en de smakelijke resultaten. Bedankt voor de aanmoediging, Anna. Ik waardeer je steun in mijn reis naar een gezondere levensstijl. Je bent van harte welkom, John. Ik ben er altijd om je te steunen. Als je nog meer tips of recepten nodig hebt, vraag het dan gerust. Dat ga ik zeker doen, Anna. Jouw begeleiding is van onschatbare waarde. Nogmaals bedankt. Geen probleem, John. Ik help je graag verder. Geniet van je gezonde snacks en ga zo door. Bedankt, Anna. Dat zal ik doen. Zorg goed voor jezelf. Les 7. Planning van dagtochten. Hé hey Anna, het weer is perfect vandaag. Zullen we van ons uitje een dagtrip maken? Moeten we wat vrienden uitnodigen? Dat klinkt als een geweldig idee, John. Een dagtrip met vrienden zou heel leuk zijn. Wie stel je voor dat we uitnodigen? Nou, wat dacht je ervan om Sarah en Michael uit te nodigen? Ze genieten altijd van buitenactiviteiten en het ontdekken van nieuwe plekken. Dat is een geweldig idee, John. Ik weet zeker dat ze zich graag bij ons willen voegen. Laten we ze bellen en kijken of ze beschikbaar zijn. Uitstekend, Anna. Ik neem contact met ze op en kijk of ze zin hebben in een spontane dagtrip. Perfect. Terwijl je dat doet, zal ik beginnen met het onderzoeken van enkele bestemmingen in de buurt voor onze dagtrip. Klinkt als een plan? Anna, ik bel Sarah en Michael meteen. Geweldig. Laat me weten wat ze zeggen. Dan heb ik een aantal opties klaar voor onze dagtrip. Ik zal het doen, Anna. Ik ben enthousiast over de mogelijkheid om de dag met vrienden door te brengen en nieuwe plekken te ontdekken. Ik ook, John. Het is altijd leuker om deze ervaringen in goed gezelschap te delen. Absoluut, Anna. Avontuur wordt nog leuker als je het deelt met vrienden die het waarderen. Zeker, John. En het is een kans voor ons om samen blijvende herinneringen te creëren. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Ik weet zeker dat we een fantastische tijd zullen hebben tijdens onze dagtrip. Ik kijk er naar uit, John. Laten we er een dag van maken vol plezier, ontdekkingen en goed gezelschap. Dat is de geest, Anna. Ik zal Sarah en Michael nu bellen en hun beschikbaarheid bevestigen. Klinkt goed, John. Ik zal er zijn, klaar om onze spannende dagtrip te plannen. Goed, Anna. Ik kom snel terug met de bevestiging van onze vrienden. Neem de tijd, John. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich bij ons kan aansluiten. Tot ziens. Bedankt, Anna. Tot binnenkort. Les 8: Dilemma bij het kopen van kleding. Hey Anna, weet je, ik ben geen grote fan van winkelen, maar ik denk dat ik nieuwe kleren nodig heb. Enig advies over waar te beginnen? Ik begrijp het volledig, John. Kleding kopen kan overweldigend zijn. Laten we eerst eens kijken wat je nodig hebt en welke winkels misschien de stijlen hebben die je leuk vindt. Dat is een goede aanpak, Anna. Ik denk dat ik nieuwe hemden en een paar spijkerbroeken nodig heb. Heb je suggesties voor winkels die bekend staan om hun kwaliteit? Absoluut, John. Ik raad aan om een paar warenhuizen of kledingmerken te bezoeken die prioriteit geven aan kwaliteit en duurzaamheid. Heb je gehoord van de winkel Klad en compagnie? Ze hebben een goede reputatie op het gebied van goed gemaakte kleding. Ik heb er nog nooit van gehoord, Anna, maar ik zal ze zeker opzoeken. Bedankt voor de aanbeveling. Zijn er nog andere winkels die ik zou moeten overwegen? Een andere winkel die je misschien leuk vindt, is Taylor Treads. Ze zijn gespecialiseerd in klassieke en tijdloze stukken. Hun kleding is over het algemeen goed gemaakt en veelzijdig. Dat klinkt veelbelovend. Anna, ik zal er een notitie van maken. Heb je nog tips om de winkelervaring aangenamer te maken? Natuurlijk, John. Een tip is om met een vriend, In, te gaan die een goed oog heeft voor mode. Ze kunnen nuttige adviezen geven en het proces leuker maken. Probeer ook pauzes te nemen en een kopje koffie of een snack te nemen om op te laden tijdens het winkelen. Dat zijn geweldige suggesties. Anna, ik zal kijken of een van mijn modebewuste vrienden beschikbaar is om met me mee te doen. En pauzes nemen klinkt als een goede manier om mijn energie op peil te houden. Dat is perfect, John. Het hebben van een vriend kan het leuker maken en hun gevoel voor mode kan waardevol zijn bij het nemen van beslissingen. Vergeet niet om de tijd te nemen en verschillende stijlen uit te proberen om te vinden wat het beste bij je past. Ik zal dat in gedachten houden, Anna. Verschillende stijlen uitproberen kan een beetje lastig zijn, maar ik begrijp hoe belangrijk het is om de juiste pasvorm en look te vinden. Absoluut, John. Het draait allemaal om het vinden van kleding waarin je je comfortabel en zelfverzekerd voelt. Wees niet bang om ook winkelmedewerkers om hulp te vragen. Goed punt, Anna. Door hulp te zoeken bij winkelmedewerkers kan het winkelproces soepeler verlopen. Ik zal ervoor zorgen dat ik naar hun expertise vraag wanneer dat nodig is. Dat is de geest, John. Ga er nu op uit en vind fantastische kleding die bij je persoonlijke stijl past. Je zult er geweldig uitzien. Bedankt voor de aanmoediging, Anna. Ik waardeer je hulp en begeleiding. Ik zal mijn best doen. Je bent van harte welkom, John. Ik geloof in jou. Veel winkelplezier en veel plezier met je nieuwe kleding. Bedankt, Anna. Ik zal mijn best doen om de winkelervaring aangenaam te maken. Zorg goed voor jezelf. Les 9: Navigeren door de stad. Hallo Anna. Ik ben net verhuisd naar deze stad en ik kan wel wat hulp gebruiken bij het vervoer. Enig advies om je te verplaatsen? Hallo John, natuurlijk help ik je graag verder. Welke vorm van vervoer overweegt u? Is openbaar vervoer een optie? Ja, het openbaar vervoer lijkt een goede plek om te beginnen. Zijn er specifieke bussen of treinen waarvan ik op de hoogte moet zijn? Absoluut, John. De stad heeft een uitgebreid bus- en treinnetwerk. Ik raad aan om een kaart aan te schaffen of een transportapp te downloaden om vertrouwd te raken met de routes en schema's. Dat is een goed idee, Anna. Ik zal ervoor zorgen dat ik een transportapp download om me te helpen effectief door de stad te navigeren. Geweldig! Een andere tip is om een reiskaart of pas aan te schaffen, waarmee je binnen een bepaald tijdsbestek onbeperkt kunt reizen. Het is meestal kosteneffectiever als u van plan bent regelmatig gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ik zal zeker overwegen om een reiskaart aan te schaffen, Anna. Het klinkt als een handige en budgetvriendelijke optie. Dat is het zeker, John. Aarzel ook niet om de lokale bevolking of het transportpersoneel om een routebeschrijving of hulp te vragen. De meeste mensen zijn meer dan bereid om te helpen. Dat is geruststellend, Anna. Ik ben blij te weten dat de lokale bevolking vriendelijk is en bereid is om nieuwkomers zoals ik te helpen. Dat zijn ze zeker, John. En als je ooit ergens heen moet en het openbaar vervoer niet ideaal is, kun je altijd overwegen om gebruik te maken van diensten voor het delen van ritten of het huren van een fiets. Dat is een goed punt, Anna. Diensten voor het delen van ritten en fietsen kunnen flexibiliteit bieden, vooral als ik snel specifieke bestemmingen moet bereiken. Precies, John. Het is belangrijk om opties te hebben, afhankelijk van uw behoeften en omstandigheden. Denk eraan om prioriteit te geven aan uw veiligheid bij het kiezen van transportmethoden. Veiligheid is zeker een prioriteit, Anna. Ik zal ervoor zorgen dat ik de nodige voorzorgsmaatregelen neem en betrouwbare vervoersopties kies. Dat is geweldig om te horen, John. Navigeren in een nieuwe stad kan spannend en soms uitdagend zijn, maar na verloop van tijd en ervaring zul je meer vertrouwd raken met het transportsysteem. Ik waardeer je steun en begeleiding, Anna. Ik ben optimistisch dat ik het snel onder de knie zal krijgen en me meer op mijn gemak zal voelen om me te verplaatsen. Ik twijfel er niet aan dat je je snel zult aanpassen, John. Blijf gewoon ruimdenkend en omarm het avontuur van het verkennen van je nieuwe stad. Bedankt voor de bemoedigende woorden, Anna. Ik kijk ernaar uit om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en alles te ontdekken wat deze stad te bieden heeft. Je bent van harte welkom, John. Geniet van de reis en haal het meeste uit je nieuwe huis. Als je onderweg nog vragen hebt, stel ze dan gerust. Ik zal het doen, Anna. Nogmaals bedankt voor je hulp. Ik neem zeker contact met je op als ik meer advies nodig heb. Geen probleem, John. Ik ben hier om te helpen. Ik wens je veel succes terwijl je je vestigt in je nieuwe stad. Bedankt, Anna. Ik waardeer je steun. Wees voorzichtig. Les 10: Vervoersmogelijkheden verkennen. Hallo Anna. Ik heb het openbaar vervoer in de stad onder de knie gekregen. Maar zijn er nog andere vervoersmogelijkheden die ik moet kennen? Hallo John, dat is geweldig om te horen. Ja, naast het openbaar vervoer hebben we ook een shuttle service die binnen bepaalde delen van de stad rijdt. Oh, een shuttle service. Dat klinkt interessant. Kun je me er meer over vertellen? Anna? Natuurlijk. De pendeldienst is een handige manier om bepaalde buurten of gebieden met aangewezen haltes te verkennen. Het is vooral handig voor kortere afstanden of wanneer je de voorkeur geeft aan een meer directe route. Dat klinkt best handig, Anna. Is de pendeldienst de hele dag beschikbaar of zijn er specifieke openingstijden? De pendeldienst rijdt doorgaans tijdens de spitsuren, meestal ochtends en avonds, wanneer mensen van en naar het werk pendelen. Het is een goed idee om het schema te controleren om er zeker van te zijn dat u uw reizen dienovereenkomstig kunt plannen. Ik snap het. Als ik het schema bekijk, kan ik er zeker van zijn dat ik de shuttle op het juiste moment neem. Zijn er specifieke locaties waar de shuttle stopt? Ja, de shuttle heeft aangewezen haltes in populaire gebieden, zoals winkelgebieden, zakencentra en woonwijken. Informatie over de shuttlehaltes vind je meestal online of bij het plaatselijke vervoerskantoor. Dat is handig om te weten. Anna. Ik zal ervoor zorgen dat ik de shuttlehaltes in de buurt van mijn omgeving opzoek en kijk of ze aansluiten bij mijn reisbehoeften. Dat is een slimme aanpak, John. Het is altijd goed om verschillende vervoersmogelijkheden te verkennen en te ontdekken wat het beste bij u past op basis van uw specifieke behoeften en bestemmingen. Absoluut. Anna. De verschillende vervoersmogelijkheden zorgen voor flexibiliteit en gemak, afhankelijk van de situatie. Precies, John. Het is geweldig dat de stad meerdere keuzes biedt, zodat je je vervoersmethode kunt aanpassen op basis van factoren zoals afstand, tijd en persoonlijke voorkeuren. Ik ben blij dat ik deze opties tot mijn beschikking heb, Anna. Het maakt het navigeren door de stad veel overzichtelijker en aangenamer. Ik ben blij dat je dat denkt, John. Hoe beter u vertrouwd raakt met de verschillende vervoersmogelijkheden, hoe gemakkelijker het wordt om efficiënt door de stad te navigeren. Ik kijk er naar uit om al deze vervoersmogelijkheden te verkennen en de handigste manieren te ontdekken om me te verplaatsen. Bedankt voor het delen van deze informatie, Anna. Je bent van harte welkom, John. Ik ben hier om te helpen. Als je nog vragen hebt of meer hulp nodig hebt, stel ze dan gerust op elk gewenst moment. Ik waardeer je steun, Anna. Ik neem zeker contact met je op als ik nog vragen heb. Nogmaals bedankt. Geen probleem, John. Veel plezier met ontdekken en veilig reizen. Wees voorzichtig. Bedankt, Anna. Wees ook voorzichtig. Tot de volgende keer. Les 11. Een brede selectie verkennen. Hey Anna. Ik heb onlangs een plaatselijke winkel bezocht en ze hebben een ruime keuze aan producten. Het is indrukwekkend en het personeel lijkt ook zeer deskundig. Dat is geweldig om te horen, John. Met een ruime keuze aan producten heb je genoeg opties om uit te kiezen. Het is ook geweldig als het personeel deskundig is en nuttige inzichten kan geven. Absoluut, Anna. Ik was aangenaam verrast door hoe goed geïnformeerd het personeel was. Ze waren in staat om al mijn vragen te beantwoorden en aanbevelingen te doen op basis van mijn behoeften. Het is altijd een positieve ervaring als het personeel u kan begeleiden en waardevolle informatie kan geven. Het maakt het winkelproces veel leuker en efficiënter. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Het is geruststellend om te weten dat ik op hun expertise kan vertrouwen om weloverwogen beslissingen te nemen over de producten waarin ik geïnteresseerd ben. Dat is het mooie van bekwaam personeel, John. Ze kunnen u helpen bij het navigeren door de verschillende opties en ervoor zorgen dat u het juiste product vindt dat past bij uw voorkeuren en vereisten. Precies, Anna. Ik waardeer hun bereidheid om te helpen en hun vermogen om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Het geeft me meer vertrouwen in mijn keuzes. Vertrouwen in je keuzes is essentieel, John. Het verbetert de algehele winkelervaring en helpt u bij het nemen van beslissingen die aansluiten bij uw specifieke behoeften en voorkeuren. Ik had het niet beter kunnen verwoorden, Anna. Het geeft zoveel meer voldoening als je met vertrouwen kunt winkelen, wetende dat je weloverwogen beslissingen neemt. Absoluut, John. Het kan u tijd, geld en de frustratie besparen als u iets koopt dat niet aan uw verwachtingen voldoet. Dat is heel waar, Anna. De kennis en expertise van het personeel kunnen helpen om spijt of teleurstelling van potentiële kopers na een aankoop te voorkomen. Het is altijd een goed idee om gebruik te maken van die kennis, John. Aarzel niet om vragen te stellen en advies in te winnen als u niet zeker bent over een product of de functies ervan. Ik zal dat zeker in gedachten houden, Anna. De expertise van het personeel is een waardevolle hulpbron en ik moet niet aarzelen om daar gebruik van te maken als ik hulp nodig heb. Dat is de geest, John. Ze zijn er om te helpen. Dus aarzel niet om contact op te nemen en het beste uit hun kennis te halen. Ik waardeer je aanmoediging, Anna. Met hun brede selectie en bekwaam personeel ben ik ervan overtuigd dat ik een positieve winkelervaring zal hebben. Ik ben blij dat te horen, John. Vergeet niet dat als je nog vragen hebt of meer hulp nodig hebt. Je gerust contact kunt opnemen met het personeel van de winkel. Ze helpen je graag verder. Bedankt voor de herinnering, Anna. Ik zal ervoor zorgen dat ik hun expertise gebruik wanneer ik die nodig heb. Nogmaals bedankt voor het advies. Je bent van harte welkom, John. Veel winkelplezier en ik hoop dat je alles vindt wat je zoekt. Zorg goed voor jezelf. Bedankt, Anna. Wees ook voorzichtig. Tot de volgende keer. Les 12. Kies voor duurzaam denim. Hey Anna, ik denk erover na om een nieuwe spijkerbroek te kopen. Heb je suggesties waar ik op moet letten? Hallo John, als het om jeans gaat, is het altijd een goed idee om te kiezen voor denim dat duurzaam aanvoelt en van goede kwaliteit is. Op die manier krijg je een paar dat lang meegaat. Dat is logisch, Anna. Ik wil jeans die bestand zijn tegen normale slijtage. Hoe kan ik bepalen of de denim duurzaam is? Een manier om de duurzaamheid te beoordelen is door het gewicht en de dikte van de denimstof te controleren. Over het algemeen is zwaarder denim meestal duurzamer en gaat lang mee. A. Ik snap het. Een zwaardere stof duidt dus op een sterkere en duurzamere spijkerbroek. Dat is handig om te weten, Anna. Absoluut, John. Daarnaast kun je de stiksels en constructie van de jeans bekijken. Let op versterkte naden en dubbele stiksels, omdat dit vaak tekenen zijn van een betere duurzaamheid. Dat is een goede tip, Anna. Sterke stiksels en versterkte naden zullen zeker bijdragen aan de algehele duurzaamheid van de jeans. Zeker, John. Het is ook de moeite waard om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de denim zelf. Zoek naar jeans gemaakt van hoogwaardig katoen dat stevig aanvoelt en geen dunne of zwakke plekken heeft. Kwaliteitskatoen staat dus centraal. Ik zal ervoor zorgen dat ik de stof voel en controleer of er tekenen van zwakte zijn. Ik wil dat mijn spijkerbroek bestand is tegen dagelijkse activiteiten. Dat is een slimme aanpak, John. Door te kiezen voor denim van goede kwaliteit, kun je er meer op vertrouwen dat je jeans na verloop van tijd goed blijven zitten. Absoluut, Anna. Ik wil mijn spijkerbroek niet te vaak moeten vervangen, dus investeren in een duurzaam paar is zeker de juiste keuze. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Het is beter om te investeren in een spijkerbroek van hoge kwaliteit die langer meegaat in plaats van te kiezen voor een goedkopere spijkerbroek die snel slijt. Dat is waar, Anna. Kwaliteit moet altijd een prioriteit zijn als het gaat om kleding, vooral items zoals jeans die we regelmatig dragen. Precies, John. En vergeet niet dat als je niet zeker bent over de duurzaamheid van een bepaalde spijkerbroek, aarzel dan niet om het winkelpersoneel om aanbevelingen te vragen. Dat is een goed punt, Anna. De kennis van het personeel kan me helpen bij het vinden van opties die voldoen aan mijn criteria voor duurzaamheid en kwaliteit. Absoluut, John. Ze kunnen mogelijk aanvullende inzichten en suggesties geven op basis van hun expertise. Ik zal zeker gebruik maken van hun expertise, Anna. Bedankt dat je me eraan herinnert. Ik heb nu meer vertrouwen in het kiezen van een spijkerbroek die lang meegaat. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel winkelplezier en ik hoop dat je de perfecte duurzame jeans vindt. Bedankt, Anna. Ik waardeer je advies. Wees voorzichtig en ik laat het je weten als ik de jeans vind die ik zoek. Les 13. Picknickplanning op zondag Hey Anna, ik ben er net achtergekomen dat het park op zondag geopend is van 9.00 tot 13 uur. We moeten onze picknick dienovereenkomstig plannen. Dat is een geweldig idee, John. Zondagochtend is perfect voor een picknick. We kunnen genieten van het park en een ontspannen tijd hebben. Ik ben het ermee eens, Anna. Het is een leuke manier om de dag te beginnen en het meeste uit ons weekend te halen. We moeten alle nodige voorraden en voedsel verzamelen. Zeker, John. Laten we een checklist maken van alles wat we nodig hebben voor de picknick. We moeten een deken, wat snacks, drankjes en misschien zelfs wat buitenspelen meenemen. Goed nagedacht, Anna. Een deken is essentieel voor een comfortabele zitopstelling en hapjes en drankjes houden ons energiek en gehydrateerd. Buitenspellen dragen bij aan het plezier. Absoluut, John. Het is belangrijk om ook enkele entertainmentopties te hebben. We kunnen een frisbee, een voetbal of andere spellen meenemen die we graag buiten spelen. Klinkt perfect, Anna. Ik zal ervoor zorgen dat ik die spullen inpak. We kunnen ook overwegen om zonnebrandcrème en insectenwerend middel mee te nemen voor extra bescherming. Dat is een slim idee, John. Zonnebrandcrème helpt onze huid te beschermen tegen zonnestralen. En insectenwerend middel houdt die vervelende insecten op afstand. Precies, Anna. Veiligheid en comfort zijn belangrijk, vooral als we tijd buitenshuis doorbrengen. We moeten ook van tevoren de weersvoorspelling controleren. Zeker, John. Het is altijd een goed idee om op de hoogte te blijven van de weersomstandigheden. Als het op regen lijkt, kunnen we de picknick verzetten of een alternatief voor binnen zoeken. Mee eens, Anna. We willen ervoor zorgen dat onze picknick leuk is en niet wordt onderbroken door onverwachte regenbuien. Flexibiliteit is cruciaal. Absoluut, John. Laten we nu eens nadenken over het eten. We kunnen wat sandwiches, fruit en snacks inpakken. En vergeet een thermoskan warme koffie of thee niet. Dat klinkt heerlijk. Anna. Eenvoudige en gemakkelijk in te pakken voedselopties zijn perfect voor een picknick. De thermoskan met warme koffie of thee is ook een leuke tractatie. Ik ben blij dat je de voedselkeuzes lekker vindt, John. Voor het gemak kunnen we ook enkele wegwerpborden, bekers en keukengerij meenemen. Goed idee. Anna: Wegwerpartikelen maken het opruimen gemakkelijker en we hoeven ons geen zorgen te maken dat we vuile vaat mee naar huis nemen. Laten we die aan de checklist toevoegen. Zeker, John. En tot slot moeten we niet vergeten een vuilniszak mee te nemen om het park schoon en netjes te houden. We willen geen sporen achterlaten. Absoluut, Anna. Zorgen voor het milieu is belangrijk, zelfs tijdens onze picknick. Een vuilniszak helpt ons om al het afval op een verantwoorde manier in te zamelen en af te voeren. Ik ben blij dat we op één lijn zitten, John. Nu onze checklist compleet is, zijn we helemaal klaar voor een fantastische picknick op zondag in het park. Inderdaad, Anna. Ik kan niet wachten tot zondagochtend arriveert. Het wordt een geweldige tijd in de natuur, genietend van lekker eten en goed gezelschap. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Het wordt een onvergetelijke picknick. Tot zondag, en laten we er een fantastische dag van maken. Absoluut, Anna. Tot zondag. Ik kijk er naar uit. Tot die tijd, wees voorzichtig en nog een fijne week. Les 14. Koken vanaf nul. Hey Anna. Raad eens wat? Ik heb gisteravond geprobeerd een nieuw recept helemaal opnieuw te bereiden. Het was een behoorlijk avontuur. Dat klinkt geweldig, John. Ik hou ervan om helemaal opnieuw te koken. Welk recept heb je geprobeerd en hoe is het afgelopen? Ik besloot om zelfgemaakt pizzadeeg te maken en dit te beleggen met verse ingrediënten. Het is beter geworden dan ik had verwacht. Zelfgemaakte pizza is altijd een topper, John. Het geeft zoveel voldoening om je eigen deeg te maken en je favoriete tappings te kiezen. Ik ben blij dat het goed is gelukt. Het was inderdaad een lonende ervaring, Anna. Het deeg kneden en zien rijzen was zo leuk, en de smaak was absoluut heerlijk. Ik durf te wedden dat de geur van versgebakken pizza je keuken vulde, John. Er is iets speciaals aan de geur van zelfgebakken brood en pizzabodem. Je hebt gelijk, Anna. De geur was ongelooflijk. Het maakte me nog enthousiaster om die eerste hap te nemen. En geloof me, het stelde niet teleur. Ik wou dat ik een plakje had kunnen proberen, John. Het klinkt alsof je de zelfgemaakte pizza hebt genageld. Heb je geëxperimenteerd met unieke tappings? Ik heb het deze keer eenvoudig gehouden, Anna. Ik koos voor klassieke margarita met verse tomaten, mozzarella kaas en basilicum. Soms is eenvoud het beste. Absoluut, John. Margarita Pizza is niet voor niets een tijdloze klassieker. Het gebruik van verse ingrediënten verhoogt de smaken echt. Ik weet zeker dat het fantastisch smaakte. Dat heeft het zeker gedaan, Anna. De combinatie van sappige tomaten, romige kaas en geurige basilicum paste perfect bij de pizza. Nu zorg je ervoor dat ik zin heb in pizza, John. Misschien moet ik binnenkort proberen mijn eigen zelfgemaakte pizza te maken. Heb je nog tips voor mij? Natuurlijk, Anna. Neem eerst de tijd voor het deeg. Laat het goed rijzen om die lichte en luchtige textuur te krijgen. En wees niet bang om creatief aan de slag te gaan met de tappings. Ik zal dat in gedachten houden, John. Geduld is essentieel als het om deeg gaat en creativiteit zorgt voor eindeloze smaakcombinaties. Ik kan niet wachten om het eens te proberen. Ik ben enthousiast voor je, Anna. Zelfgemaakte pizza is een culinair avontuur waarvan ik denk dat je het leuk zult vinden. Bovendien kun je het aanpassen aan je persoonlijke smaak. Dat is het mooie van helemaal opnieuw koken, John. Je hebt volledige controle over de ingrediënten en smaken. Het is een geweldige manier om je creativiteit te uiten in de keuken. Absoluut, Anna. Door helemaal opnieuw te koken, kun je contact maken met je eten en het proces waarderen om iets lekkers te maken. Daar ben ik het helemaal mee eens. John. Het is een geweldige manier om te ontspannen en zowel je lichaam als geest te voeden. Bovendien is de voldoening om te genieten van je zelfgemaakte creatie onverslaanbaar. Dat is precies hoe ik me voelde, Anna. Het was van begin tot eind een bevredigende ervaring. Ik kan niet wachten om in de toekomst meer recepten helemaal opnieuw te proberen. Ik ben blij dat je zo'n positieve ervaring hebt gehad, John. De wereld van zelfgemaakt koken zit vol eindeloze mogelijkheden. Ik weet zeker dat je indruk zult blijven maken met je culinaire vaardigheden. Bedankt, Anna. Ik kijk ernaar uit om verder te gaan met het verkennen van de wereld van zelfgemaakt koken. Het is een reis die ik graag onderneem. Wie weet welke heerlijke creaties er in het verschiet liggen. Inderdaad, John, de mogelijkheden zijn eindeloos. Geniet van je culinaire avonturen en vergeet niet om onderweg je smakelijke creaties te delen met vrienden en familie. Ik zal het plezier van zelfgemaakt koken zeker met anderen delen, Anna. Het is altijd beter als je het geluk en de heerlijkheid kunt verspreiden. Tot de volgende keer. Les 15: De Appalachian Trail Wandelen. Hi hey Anna, heb je ooit de Appalachian Trail bewandeld? Ik heb erover nagedacht om dat avontuur aan te gaan. Nee, heb ik niet, John. Maar ik heb er zoveel over gehoord. Ze zeggen dat het een unieke ervaring is. Is het de moeite waard? Van wat ik heb geleerd, is het een ongelooflijke reis, Anna. Het pad strekt zich uit over meer dan 2000 mijl en biedt adembenemende uitzichten en een kans om contact te maken met de natuur. Dat klinkt geweldig, John. Stel je voor dat je jezelf weken of zelfs maanden onderdompelt in de schoonheid van de Appalachen. Het moet een lonende ervaring zijn. Absoluut, Anna. Het is een kans om jezelf fysiek en mentaal uit te dagen en getuige te zijn van de steeds veranderende landschappen langs de route. Het gevoel van voldoening moet ongelooflijk zijn. Ik kan het me alleen maar voorstellen, John. Het is een kans om even los te komen van de drukte van het dagelijks leven en troost te vinden in de wildernis. Heb je het pad onderzocht? Ja, ik heb behoorlijk wat onderzoek gedaan, Anna. Het pad loopt door meerdere staten en biedt verschillende ecosystemen en dieren in het wild. Het is een kans om getuige te zijn van de natuurlijke wonderen van de Oostelijke Verenigde Staten. Dat is fascinerend, John. Ik heb foto's gezien van wildere bossen, watervallen en panoramische vergezichten langs het pad. Het is alsof je in een aanzichtkaart stapt. Precies, Anna. Het is een kans om de schoonheid van de natuur van dichtbij en persoonlijk te ervaren. En het pad is niet alleen voor doorgewinterde wandelaars. Er zijn secties voor alle ervaringsniveaus. Dat is geruststellend om te weten, John. Ik ben geen ervaren wandelaar, maar het idee om aan dit epische avontuur te beginnen is verleidelijk. Hoe lang duurt het gewoonlijk om het parcours af te leggen? Het verschilt van persoon tot persoon, Anna. Sommige wandelaars streven ernaar om het in één keer af te ronden, wat enkele maanden kan duren. Anderen geven er de voorkeur aan om het in gedeelten aan te pakken en het over meerdere jaren te spreiden. Ik begrijp het, John. Het biedt dus flexibiliteit wat betreft de manier waarop men het pad benadert. Dat maakt het toegankelijker voor een groter aantal mensen. Absoluut, Anna. De route is geschikt voor verschillende wandelstijlen en voorkeuren. Het draait allemaal om het vinden van je eigen ritme en genieten van de reis. Het klinkt als een geweldige kans voor zelfontdekking en persoonlijke groei, John. Je moet onderweg andere wandelaars tegenkomen. Zijn er gemeenschappen of opvangcentra? Ja, er zijn wandelgemeenschappen en schuilplaatsen langs de route, Anna. Deze bieden wandelaars de mogelijkheid om uit te rusten, nieuwe energie op te doen en contact te maken met andere outdoorliefhebbers. Dat is geweldig, John. Het ontmoeten van andere wandelaars moet een gevoel van kameraadschap aan de ervaring toevoegen. Het is altijd leuk om verhalen en ervaringen te delen met gelijkgestemden. Inderdaad, Anna. De wandelgemeenschap langs de Appalachian Trail staat bekend om haar ondersteunende en hechte karakter. Het is een kans om levenslange vriendschappen te sluiten en blijvende herinneringen te creëren. Dat is een van de dingen die ik zo leuk vind aan avonturen in de buitenlucht, John. De connecties die je maakt met mensen die dezelfde passie voor natuur en ontdekking delen, zijn echt bijzonder. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Het zijn die verbindingen en gedeelde ervaringen die avonturen, zoals het wandelen over de Appalachian Trail, zo memorabel en de moeite waard maken. Ik ben blij dat je overweegt dit avontuur aan te gaan, John. Het klinkt als een ongelooflijke reis vol adembenemende landschappen en persoonlijke prestaties. Bedankt, Anna. Ik ben enthousiast over de mogelijkheid om de Appalachian Trail te wandelen. Het is een uitdaging die ik graag aanga en een kans om onvergetelijke herinneringen te creëren. Ik wens je het allerbeste, John. Als je besluit om aan dit avontuur te beginnen, hoop ik dat het je verwachtingen overtreft en je een diepe waardering geeft voor de schoonheid van de natuur. Bedankt, Anna. Je goede wensen betekenen veel. Ik hou je op de hoogte van mijn plannen, en wie weet, misschien wandelen we ooit een deel van het pad samen. Dat zou geweldig zijn, John. Reken maar op me als je ooit besluit het pad op te gaan. Tot die tijd. Veel plezier met plannen en mogen je wandeldromen werkelijkheid worden. Zo ook, Anna. Bedankt voor je steun en enthousiasme. Laten we de geest van avontuur levend houden. Tot de volgende keer.